aangekomen in San Francisco. Verblijf in het W Hotel op de 29e verdieping. Vanavond even uit eten met z'n allen. Morgen de hele stad exploren. En dan nog wat meetings. En dan weer terug naar LA de dag daarna. Nee, sorry, dezelfde avond nog. Het is maar 40 minuten vliegen of zo. Nou, welkom jongens. San Francisco de eerste keer. Goedemorgen iedereen. Eerste avond dat ik redelijk heb geslapen. Ik heb 6,5 uur geslapen maar liefst. En ik ben super blij, want ik had het echt nodig. Ik heb gisteren ook wat extra's gegeten, omdat ik natuurlijk de laatste 2 dagen tijdens het skiën niet zoveel gegeten had. Dacht ik, oké, nu gewoon wat extra calorieën erin gooien. Meestal hou ik een 3 dagen average, dus een 3 dagen gemiddelde aan. Als ik de eerste 2 dagen te weinig heb gegeten, eet ik de 3e dag iets meer. En dan trek ik gewoon het gemiddelde over die 3 dagen. En als dat klopt, dan zitten we gewoon goed. Ga nou niet te ver onder calorieën zitten, dan ga je massa verliezen. Zeker op de langere termijn werkt dat niet goed. Als je langer shredded wil zijn, moet je zorgen dat je wel gewoon je calorieën in de gaten houdt en niet te ver eronder gaat zitten. Oké, ik ga nu even naar de gym. Kijken wat het W Hotel te bieden heeft. Ik hoop dat ze gewoon de basics hebben, zodat ik gewoon een goede workout kan hebben. Laten we gaan kijken. Perfect, all set, onderweg naar de brug. Let's go. Oké, ik had de verkeerde te pakken. That's right. Yeah, that's right, alright. Oké dan. You're going in the wrong car, right? He asked me, are you Angela? I'm like, no, that's not me. Reizen is echt het mooiste wat er is. En als jouw baan het toelaat, dan moet je het gewoon doen. Voor heel veel mensen is de wereld erg groot. Voor mij wordt die steeds kleiner. Hoe meer ik reis, hoe kleiner die wordt. Realiseer je. Je stapt een vliegtuig in, je doet je ogen dicht, je doet je ogen open en je bent gewoon aan de andere kant van de wereld. Zo klein is het. Dan zijn we dan jongens, Viewpoint Golden Gate Bridge. Volgende locatie is de Young Museum. Ik ga er even heen en daar hebben ze ook een toren. Kan je over de hele stad uitkijken. Ik maak geen grap als ik zeg dat ik hier al 45 minuten zit. Ik heb inmiddels de Lyft app maar gedownload. Uber loopt de klote jongen en ik heb cancellation fees hier en daar en op de weg heen ook al. Neukten ze me voor een $30 dat ik helemaal om die brug heen moest. Ik word gek van Uber. Dus ik heb nu een Lyft. Volgens mij is hij er. Nissan Altima. En de ride is er binnen 2 minuten. What's up, buddy? Hi. Your name, Kaz? Kaz, yeah. Nou ben ik niet echt een museumtijger, dus ik ben even die view gaan checken. En ik begin honger te krijgen, dus ik ga gewoon lekker lunchen. Ik ben nu in de hippiestraat van San Francisco.
Het lijkt er allemaal leuk uit te zien. Kijken of we hier even wat eten kunnen scoren. Ah, dit ziet eruit als lekker eten. Street taco. Oké, dit is lunch. Burrito, grilled chicken, black beans, rijst. Nou, ik kan je vertellen, deze is een stuk beter dan Chipotle. Ik moet nu echt best wel door gaan lopen, want om 4:30 moet ik alweer op het vliegveld zijn. Ik wil niet te laat komen. Ik heb best wel weer zin om terug te gaan naar LA. Mijn drone staat op me te wachten. Ik heb vrijdag mijn eerste shoot gepland. Met Ivan heb ik al eerder meegewerkt. San Francisco is leuk. Alles wat ik tot nu toe heb gezien, dat geeft mij een gevoel dat ik een keer terug wil komen voor een langere periode. En nu hebben jullie ook een klein beetje idee gehad van hoe of wat. Ik ga nu even mijn spullen ophalen bij het W-hotel en dan gaan we door. Sorry, I saw the bus and we're not supposed to park here. It's alright. But that bus turned left. Ik zit nu in het hotel in de lobby en ik heb net even mijn coachingprogramma's afgemaakt. Het is nu echt wel tijd om te vertrekken naar San Jose. Het is zeker nog wel een uur rijden. Ik ben klaar met Uber, hè? Alleen nog lift. Alles wordt weer opgeladen. Ik heb ook mijn camera weer opgeladen terwijl ik bezig was. Dus er kan weer footage gecreëerd worden. Oké, dan gaan we dan terug naar LA en dan morgen weer aan het werk. Lekker hoor. Wat wel cool is dus, is dat je echt zo omhoog gaat. Je schiet echt de lucht in. Niet zoals bij een normaal vliegtuig, dat je rustig stijgt. Nou ja, maar gewoon boom! Zo, wat een weekend. Hallo, ja, daar zijn we. Jongens, ik wil jullie bedanken dat jullie met me mee waren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie vragen, bestel ze hieronder in die commentbox en dan worden ze altijd beantwoord. Ik ga jullie morgen weer zien en nu afscheid nemen. Het is over en uit. Later!